Ik heb mijn ux maar weer aangedaan, hè? De lente was begonnen, maar ik heb ze maar weer aangedaan. De uks En de dikke trui. En de verwarming moet laag blijven, want anders kunnen we Poetin niet straffen. Hè? Wij geven elkaar een zoen. Zo, even beginnen. Even zo hoor. Wat kunnen jullie vandaag verwachten? Bakkie 230. It's gonna be a rough ride. Het is alweer laat in de ochtend. Dus mijn plan was even om uh, even in de chillhouding te gaan zitten. 1 april, kikker in je bil. Goed, ik ga daar eens even goed voor zitten. Met een kopje thee. Doe dat ook lekker. Kom gezellig even erbij. Het is uh, vrijdag 1 april. Het is al begin van de middag. Uh, ik lap een beetje uit deze week. Maar. Um, ik wil wel graag deze video online zetten vandaag. Dus ik ga proberen om hem met niet al te veel knip en plakwerk zo snel mogelijk af te hebben. Dus dat betekent dat jullie een beetje de rough edit gaan krijgen. Een beetje zoals jullie van de livestreams wel gewend zijn natuurlijk. Met de U's en de A's erin en een beetje de zijpaadjes en de bloopers. Je kent het wel. Um, dus uh, dat zeg ik even zo hard op. Dat is voor mij dan ook even makkelijk. Dan weet ik dat van mezelf. Dat ik gewoon uh, daar even zo in zit nu. Ik, ga, ik, heb, uh, ik had alweer aantekeningen gemaakt. Die ga ik gewoon even negeren. Het maakt allemaal niet zoveel uit. zit er in mijn hoofd. Uh, ik heb een uh, aantal dingen, denk ik, die ik met jullie wil bespreken. Uh, met name één onderwerp wat mij deze week heel erg uh, ja, opviel. Omdat het ook behalve in Nederland ineens overal tevoorschijn kwam. Leek het wel. Dat is ook een beetje waar je natuurlijk op let. Maar um, ook in Amerika was het nieuws deze week dat er. Um, dat er dus een, een, een de, de, zeg maar, de, Lg, de LGBTQ agenda, om het zo maar even te noemen, die is trouwens ook onderdeel van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Voor mensen die dat nog niet wisten. Dus dat is officieel een agenda, wil ik maar zeggen. Um, dus dat is uh, volgens mij agenda punt vijf of zo, gender equality. Het gaat al zogenaamd over vrouwenrechten, maar alle klein lettertjes laten zien dat het vol gaat om het afschaffen van heteronormativiteit, om gelijkheid te creëren, diversiteit als het ware als norm, nieuwe norm te vestigen. Dat zien we ook terug in, al het, in alle andere activistische uh, literatuur. Uh, even heel kort, we gaan zo er even over hebben, maar we hebben gezien in Amerika, dus dat er een. Um, een anti Zogenaamd een don't say gay bill zou zijn getekend door de gouverneur van, um, governor, sorry, van uh, Florida, De Santis. Een beetje vergelijkbaar met wat we hebben gezien in Hongarije vorig jaar. Dat zijn dus mensen, politici, en uh, Orbán dus uh, ook in dit geval, die uh, in feite zeggen: wij willen niet dat onze kinderen, de jeugd op school, um, wordt lastiggevallen, wordt geëxploiteerd uh, voor deze agenda en uh, wordt in feite wordt ja, begiftigd, zou je kunnen zeggen met allerlei uh, allerlei genderdiversiteitsideeën die veel verder gaan eigenlijk dan hun psychosociale ontwikkeling op dat moment aan kan of goed voor ze is op zijn minst. En misschien zijn er twee mensen die hier naar kijken naar mijn video en zeggen: "Oh, oma spreekt en uh, wat achter wat oma is achterhaald en bekrompen dat jij denkt dat kinderen in deze in 2022 niet zouden kunnen leren over Genderdiversiteit. En dat verschillende mensen verschillende dingen zijn en zo. Dat is ten eerste een hele ongeïnformeerde mening als reactie op mij. Want je bent dan niet geïnformeerd over wat dat precies inhoudt, genderdiversiteit leren aan kinderen. De methoden daarvoor en de doelen die ze stellen daarin. En ten tweede, um, vind ik, uh, je bent ongeïnformeerd, maar je bent ook in feite, neem je het risico op te koop. Dat, uh, nou ja, dat, dat het schade zou kunnen veroorzaken aan kinderen. Dat kan je dus gewoon niet schelen. En hoezo is het van deze tijd om kinderen steeds jonger kennis te laten maken met seksualiteit. Ik bedoel, waar moeten, moeten al die links progressieve ideeën altijd een soort van met de tijd zijn meegegaan? Weet je, dat is altijd het enige argument wat mensen hebben van het is niet meer van deze tijd. Puntje, puntje, puntje. Dus voeren we iets in wat. Wat echt juist ongelooflijk middeleeuws is en niet van deze tijd. Ja, dus ik vind het van deze tijd dat wij weten wat goed is voor kinderen en niet. En we zijn de laatste twee jaar ook met corona hebben we laten zien dat we, maar, dat we de kinderen en ouderen trouwens ook echt op de allerlaatste plek zitten wat betreft wat goed is voor ze. We zijn zelf, het lijkt me alsof de volwassenen allemaal kinderen zijn geworden en niet meer begrijpen wat ze aan het doen zijn. Maar goed, het moet gezegd zijn, laten we het bij het onderwerp houden, de LGBTQ-agenda uh, is wel natuurlijk zo gemaakt met al die vlaggetjes en kriebel, lentekriebels in je buik, uh, lesmateriaal, dat heet dan zo. Dat was vorige week, was het de week van de lentekriebels op de lagere school. Ik weet niet hoeveel lagere scholen er aan, aan mee hebben gedaan, maar het klinkt natuurlijk allemaal heel leuk en laten we gewoon praten over liefde. Laten we praten over hoe je je voelt. Hè? Daar is je nou niks mis mee. En dat is, dat is die grooming, dat is die soort van die, die hele uh, schijnwereld die ze erin omheen leggen. Um, en het soort van, van deze tijd maken, maar dat is het niet. Het is misbruik maken, geestelijk misbruik op zijn minst. En zeker als je dus een oproep doet, oproep doet als, als COC aan bepaalde docenten om zich te melden, om aan groep 3 over seks te komen praten, vraag ik mij af wat voor mensen daarop reageren. Dat zijn dan geen mensen die misschien hele kritische vraagtekens daarbij stellen of bepaalde grenzen stellen aan, aan het materiaal wat ze, te, wat ze uh, zouden, zouden moeten uh, toepassen op, uh, op hun lessen ik denk dat ze dan één op één denken ja dit is helemaal waar ik in waarin ik geloof dat we een soort dat diversiteit de norm is en dat kinderen een soort van vloeibare identiteit zijn ontworteld van hun van alles wat ze snappen en kennen en, en meekrijgen vanuit huis even heel algemeen sinds 2012 is het in uh, in nederland dus verplicht op grond van de wet, pri, uh, wet op het primair onderwijs om uh, aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en dan met name seksuele diversiteit. Dat staat op de website, een van de websites van de overheid. Daarover. Um, het is niet zo dat de term seksuele diversiteit een samentrekking is van seksualiteit en diversiteit. Het is die, die twee woorden samen betekenen daadwerkelijk iets heel. Um, Anders. Seksuele diversiteit betekent dat ze seksen en gender, als het ware uit elkaar hebben gehaald. Dus seksen is je geslacht, gender is hoe je je voelt, en op wie je valt. En dat ze beide aspecten, uh, dus in, in, binnen het lager onderwijs en op de middelbare school willen bespreken als een soort van de soep waar je in zit als kind en hoe je je voelt. En uh, iedereen is een fijne, blije mix van allerlei dingen. En kinderen worden allemaal anders in elkaar gezet. Dus laten we meteen met een voorbeeld beginnen. We zien hier dus een filmpje van het COC, vanuit het lespakket van het COC voor groep 3. Astra, er staat een nieuw avontuur voor je klaar. Een avontuur dat gaat over jou. Over mij? Jazeker. Dit avontuur heet Wie ben ik? Je gaat leren over wie je bent, wat je leuk vindt en wat er bij je past. Hoe je geboren wordt zegt verder nog niks over hoe iemand zich van binnen voelt. Oh. Daar gaan we nu meer over leren. Daar gaan we. Weet je nog hoe iedereen bij de geboorte anders in elkaar is gezet? Ook van binnen is iedereen anders. Mijn hart gaat altijd sneller kloppen als ik iemand zie met rood haar. Oh, rood haar. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik krijg er vlinders van in mijn buik. Geweldig, Astra. En word je dan verliefd op kinderen die zich een jongen, meisje, allebei of geen van beiden voelen? Nou, dat maakt mij niet uit. Het kan allemaal. Dat is het magische aan mensen. Wauw, dus het enige wat je hoeft te doen is van binnen voelen wat je leuk vindt. Of wie je leuk vindt. Ja, en soms kun je het gewoon proberen. Bijvoorbeeld bij spruitjes. Als je niet weet of je het lekker vindt, dan kun je het gewoon een keer proeven. Ja, oké, okay, maar spruitjes? Blah. Ook spruitjes. Dit was het avontuur, Astra. En dat is dan een meisje. Althans, ze ziet het eruit het is een meisje. Ze dus heeft dan zo'n grappig NPC-gezichtje. Um, Non-playing character betekent het NPC. In sommige mensen zullen dat herkennen. Het is een meme, al een jaar of zes op internet. En dat is eigenlijk het gezichtje van iemand die... Uh, nou ja, wordt aangeduid in, als meme. Dus met, weet je wel, iemand die niet meer nadenkt. Zeg maar een zombie. Vaak links progressieve mensen die alleen maar de tv napraten en zo. Dat wordt dan met dit poppetje een beetje zo dan afgebeeld. Maar het is grappig dat dit kindje dus ook dat gezichtje heeft gekregen. Dat NPC gezichtje. Uh, dus het gezichtje van iemand die alleen maar sociaal voorge uh, uh, um, voorgekookte, wenselijke... Dingen zegt en antwoorden geeft. En niet meer zelf kan nadenken. Dus dit kindje heeft een gezichtje gekregen. wat niet meer zelf kan nadenken. Dat is in feite wat er indirect in de boodschap zit. Misschien is dat niet helemaal bedoeld. maar ik, ik vind het bijna te toevallig. Dus dit kindje heeft het dan over. wat je kunt kiezen om te kunnen. wat je dan bij, tijdens je verjaardag mag eten en zo. Dat is dan een keuze wat je hebt als kind. Waar je graag mee speelt en wat je graag aantrekt. Dus het lesmateriaal is hier eigenlijk gericht op het. Kinderen laten nadenken over hun vrije keuze. He, dus daar begint het lesmateriaal mee. He, je mag toch ook je zelf pizza eten of spaghetti kiezen voor. He, je mag zelf een jurkje aan of een broekje of een bal of een step. En dat is allemaal omdat jij vrije keuze hebt, omdat jij je eigen individuele wensen hebt en behoeftes hebt. Dat leer je dan het kind. Oké, okay, dus je mag lekker jezelf kunnen zijn. Vervolgens koppelen ze dat keuzemoment van tussen speelgoed en eten, koppelen ze dan aan, ineens aan wie je lief vindt. Wie vind jij eigenlijk lief? Ik vind dit dus een voorbeeld van uh, een kind laten dissociëren, zoals het dan heet binnen de, binnen, binnen de techniek van neurolinguistisch programmeren. Dus je begint eigenlijk met een, met een, ja, een voorbeeld wat dichtbij kinderen staat. Dus inderdaad, uh, wat vind ik leuk, wat vind ik lekker. He, om te eten. En vervolgens maak je dat aspect zeg maar, dus dat onschuldige soort van kiezen van wat je nou ja pijn vindt. Gaan ze koppelen ze dan vervolgens via dissociatie, dus het losmaken van het kind uit dat voorbeeld, met iets wat totaal niet binnen dat dagelijkse kiezen ligt. He, dus dat is het. Um, voel jij je een meisje? Voel jij je een jongen? Dat is nogal een ander he, verhaal dan of je met een bal wil spelen of niet. Ik bedoel, waarom zouden. Tuurlijk zijn er meisjes die graag met ballen spelen. En jongens die wel eens een rokje aan willen. Maar die zijn niet altijd bezig dan meteen met daar een naam aan te geven. Het is juist goed, denk ik, om dat niet te doen. Maar dat moet dus hier wel. In het lesmateriaal van Astra moet dat dus wel gebeuren. Dit kind moet hier, als het ware, de, de actief gaan nadenken, eigenlijk over die. Ja, die vloeibare identiteit. En dat moet een soort. Dat wordt dan een soort. Een affirmatie wordt dat eigenlijk in het hoofd van dat kind. Dat is wat ik hier zie gebeuren in dat lesmateriaal. Dus het, is, het gaat veel verder dan zeggen van. Er zijn verschillende mensen op de wereld. En die mag je niet discrimineren. Nee, kinderen moeten hier zelf vanaf zeven jaar. Dus al bezig zijn met hun eigen genderdiversiteit en seksdiversiteit. Waar ze natuurlijk nog helemaal niet aan toe zijn. Ik vind dit, een, ik vind dit kindermisbruik en een vorm. Nou, vind je een voorbeeld, is grooming. Grooming is een prachtig Engels woord voor iets heel naars. Helaas hebben we dat niet zozeer zo een goede vertaling daarvoor in het Nederlands. Maar het is in feite kinderen uh, losweken, losmaken eigenlijk van bepaalde zekerheden... van hun, van hun familie, van familiewaarden, van überhaupt het idee van normatief gedrag. En ze eigenlijk onzeker en kwetsbaar maken. En in feite leegmaken van binnen... Dus het idee van leegheid wordt gecreëerd, van subjectiviteit, van de dominantie van gevoel, van onthechting, waardoor je dus ook makkelijker propaganda in die hoofden kunt krijgen. Dus dat is natuurlijk het doel daarachter ook. Het, is niet, het doel is niet zozeer om deze kinderen homo of lesbisch te maken. Ik denk ook niet dat iemand denkt dat dat zo werkt, of dat dat zou lukken. Maar het gaat erom dat ze zich niet... Dat ze zich niet uh, in, een, in, in de wereld van het heteronormatieve, als het ware, meer thuis voelen. Of dat ze daar hun kracht en hun identiteit niet meer aan kunnen ontlenen. Dat ze worden aangemoedigd, eigenlijk om los, zich los te weken van het idee van de maatschappij als geordend systeem. Waarin je orde vindt en rust en, enzovoort. Dat is, wat, dat, is, dat is wat ik hier heel erg in zie. En wat ik ook trouwens terugzie in andere agenda's. Dus het, 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 het is er altijd op gericht eigenlijk om. Met name ook vrouwen natuurlijk, maar ook mannen zeker los te maken uit vertrouwde uh, structuren. Dus, hè, dus dat is bijvoorbeeld ook de pro-abortusbeweging. Um, ook de klimaatbeweging in zekere zin natuurlijk ook. Hè. Het gaat veel minder om jezelf. Jij mag helemaal niet voor jouzelf zorgen. Jij moet voor de planeet zorgen. Dus alles. Dus het hele menselijke bewustzijn en de vrije wil moet je eigenlijk soort van exporteren naar. Of je overgeeft eigenlijk aan het collectief, aan, het, aan de staat, zeg maar, aan um, iets anders dan jezelf. Uh, dat is wat ik uh, heel, erg, heel, heel erg in terugzie. Hmm. En ja, deze, dit activisme, en het zal er zeker niet alle mensen zijn, trekken gewoon heel veel mensen met perso pers persoonlijkheidsstoornissen aan, om niet te zeggen ook pedofielen wellicht. Die, uh, die uh, zoals ze ook bij Disney werken, of uh, elders nu heel, heel erg hard aan het schreeuwen zijn, omdat ze heel boos zijn dat ouders dit dus niet willen. Dat is natuurlijk ook al een heel veeg teken. Waarom kan hier dan, als dit zo belangrijk is voor kinderen, waarom kan hier dan niet op een normale manier over worden gepraat? Waarom is de aanname meteen dat, um, dat wij, uh, wij, de ouders, dan zeg maar uh, in een soort uh, in de oertijd nog leven als we dit niet willen? Dat is omdat ze, ze willen niet ontmaskerd worden voor deze agenda. Ze willen dat wij denken dat het allemaal gaat om liefde en hartjes en vrijheid. Maar dat is niet. Het gaat, daar gaat het helemaal niet om. Een stukje overheidscommunicatie zien we hier. Waarin uh, er wordt gesproken over genderstereotypes. Meisjes en jongens horen zich op een bepaalde manier te gedragen, te kleden, te spelen, in een bepaalde richting te denken over hun toekomst. Dat soort berichten worden niet altijd door de buitenwereld bewust uitgezonden, vaak juist onbedoeld en onbewust. Het betekent dat veel kinderen beseffen dat ze zich aan genderrollen moeten houden. Willen ze aardig gevonden en geaccepteerd worden? Wat afschuwelijk is dat zo? Moeten, worden kinderen alleen maar aardig gevonden als ze zich een. Bepaalde uh, genderrollen houden. Ik denk dat dit een projectie is, en dat dit een flipping of the coin is, zoals het heet. Dat ze eigenlijk hier proberen te zeggen dat het, uh, dat, dat het straks pas oké okay is om geaccepteerd en aardig gevonden te worden als je dat dus loslaat, die genderrol. Dat is volgens mij wat hier staat. Er zijn ook kinderen die het moeilijk vinden om zich bij deze strikte genderrollen iets voor te stellen, omdat zij zich van binnen heel anders voelen. In zich juist meer aangetrokken voelen tot het uiterlijk, het gedrag of het speelgoed van een andere gender. Of van alles een beetje, of geen tot geen van beide. Het maakt deze kinderen verward als ze zich aan strikte regels qua uiterlijk en gedrag moeten houden. Andere kinderen, die zich wel jong of meisje voelen, zoals de buitenwereld hen ziet, kunnen zich misschien beperkt voelen als ze interesse hebben in speelgoed. Een toekomstig beroep of gedrag waarvan ze horen dat dat beter bij een ander gender wordt. Dit is, dit is echt niet aan de hand, oké? Okay? Dit, um, dit is een soort doublespeak. Is, Dit is doublespeak, zoals het heet. Dus dat ze iets communiceren, maar iets heel anders bedoelen eigenlijk. Het lijkt alsof ze het hier hebben over dat kinderen dolgraag gewoon met een ander stuk speelgoed zouden willen spelen, maar dat niet mogen of, dat, of ze bang zijn voor de reacties en het dus daarom niet doen. Dat is niet aan de orde. De meeste kinderen pakken op wat ze leuk vinden. En in deze samenleving is dat een hele... Heel normaal dat kinderen of dat meisjes ook voetballen, dat jongens ook op palet zitten. En natuurlijk zijn er wel wat stereotypen. Maar het is niet zo dat, er, dat kinderen afgewezen worden daarop. Dat is echt niet aan de orde. Um, wat ze natuurlijk bedoelen is eigenlijk van. Uh, we willen het hier eigenlijk gaan hebben over kinderen die vallen op kinderen van hetzelfde geslacht. Dat is eigenlijk waar ze natuurlijk naartoe willen met deze, met deze tekst. Hier, het doel is bewustwording. Bewustwording niet van de wereld om hen heen, maar van hun eigen. Ze moeten dus eigenlijk zelf bewust worden gemaakt van onzekerheid die er niet is. Okay? Ze moeten zich onzeker gaan voelen over wie ze zijn. Het mag niet meer natuurlijk, op een natuurlijke manier ontstaan, de behoefte, om erover na te denken wie je bent of uh, wie je valt of wat dan ook. Nee, we hebben het over zeven jaren. Nee, het is belangrijk dat ze eigenlijk al worden. Gehersenspoelt hiermee. Hier zegt de overheid van omdat de termen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie nog veel te moeilijk zijn, worden ze uitgelegd door middel van hele simpele vergelijkingen die dicht bij het dagelijks leven staan. Hier heb je het al. neurolinguistisch programmeren. Dus als we iets pakken wat dicht bij hun eigen leven staat, dan krijgen we deze boodschap er makkelijker in. Snap je? Maar eigenlijk weten ze het helemaal niet waar het over gaat. Het is veel te moeilijk voor ze. Maar het is veel te moeilijk voor ze. Sorry, ik ben een beetje boos nu. Oh my god, echt. Die termen die zijn te moeilijk. Maar wat achter die termen zit, vinden ze blijkbaar niet te moeilijk voor de kinderen. We moeten ze het wel duidelijk maken, maar dan via, en via. via een omweg, via iets dagelijks wat ze begrijpen. Maar de bedoeling is wel om dit invasief op een invasieve manier, deze termen, genderidentiteit, expressie, seksuele oriëntatie, dus bij minderjarige kinderen vanaf zes jaar nogmaals, om dus die, die moeilijke termen, een soort via nou, verhalen over de bijtjes en de bloemetjes of zoiets, hè, toch in, een, in hun bewustzijn te krijgen, om die zaadjes in hun hoofd te gaan zetten. En wat voor zaadjes zijn dat? Nou. Het nadenken dat het geslacht waarmee we geboren zijn er niet toe doet. Hoe we eruit we zouden willen zien, wat we later willen worden of op wie we verliefd kunnen worden, is een eerste stap op weg naar bewustwording van meer mogelijkheden die iedereen in het leven heeft. Mogelijkheden? Iedereen in het leven heeft. Wat voor mogelijkheden? Wat voor mogelijkheden waartoe? Wat heeft dit te maken met de persoonlijke ontwikkeling? Wat een kind kan en wat een kind wil? En juist, hoe ongelooflijk. Hoe ongelooflijk veel meer mogelijkheden je als kind hebt. als je een via een goede structuur. en een goede orde en een veilige omgeving je kan ontwikkelen. Oh, mijn hemel, wat een mogelijkheden heb je dan als kind? Dit is kinderen hun mogelijkheden afpakken. door ze mentaal te breken, ja, door ze het gevoel te geven dat niets ertoe doet. Weet je dat alles een soort gevoel is. en dat mensen je alleen maar op je, je op je gevoel beoordelen? Dat is wat, wat het, waar dit over gaat. Het is, het, is, het is in een cult trekken. Want het is ook namelijk niet alleen maar diversiteit van, uh, van, uh, van, 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 van gender. Maar het is ook dat je, als je daar in die bewustwording wordt meegenomen, dan mag je ook maar één politieke opvatting hebben. Want diversiteit van opvattingen, dat is er natuurlijk niet. Dat vindt de overheid dan weer niet goed natuurlijk. Nou, ik, dit vond ik inderdaad op de website van Over Neuralistisch programmeren. En ik vind, ik zie heel veel parallellen eigenlijk tussen die techniek en het lesmateriaal wat ik heb bestudeerd, zowel van het COC als van het directe brondocumenten van de overheid zelf uh, en um, wat er zoal uh, ter grondslag ligt aan de wet in Nederland. Dus uh, in 2012 uh, zijn de kerndoelen aangepast waarmee de seksuele voorlichting verplicht is. En voor die kerndoelen wordt eigenlijk um, aangehaakt bij de literatuur, zoals het heet, of de rapporten van de WHO. Dus de WHO heeft een, een hele belangrijke stempel eigenlijk op hoe. Wij het seksueel onderwijs in Nederland moeten vormgeven. Nou, de, en als je die rapporten leest van het WHO, dan zie ik daar heel erg dat L, NLP in eigenlijk het bewust veranderen van bepaalde denkpatronen bij kinderen. Dus ze laten een soort van nadenken over zichzelf vanuit hele onschuldige invalshoek. En vervolgens beweeg je ze eigenlijk richting een soort van uh, vloeibare, onzekere, uh, norm, niet normatieve, maar subjectieve. Identiteits. Um, kijk op identiteit. Dit is een. Uh, dit is een artikel wat ik vond. Uh, ook op de website van de overheid, seksuelevorming.nl. Um, is. Uh, even kijken. Daar staat ook heel duidelijk, dus in dat. Uh, dat school belangrijk. Een in uh, plek is eigenlijk. om normen te creëren. En dan staat er: Niet heteroseksualiteit moet een norm zijn, maar diversiteit. Dus dat communiceren ze heel helder. Um, en er staat dan, heb je speciale kennis nodig over seksuele diversiteit en genderdiversiteit om hier les over te kunnen geven? Nee. Het gaat erom bewust de heteroseksuele norm los te laten en het gesprek over diversiteit op gang te brengen. Dus de leerkrachten hoeven niks te weten over wat het eigenlijk betekent. Het gaat er alleen maar om dat je dat dus. Uit, je moet een oud idee, een oud, verouderd idee, wat gewoon nog wel de norm is, hè? de norm waarmee je dus de norm. Dat leidt tot het, het kunnen krijgen van kinderen met iemand, een gezin stichten enzovoort. Nou ja, goed. Dat, dat is niet meer de norm. De norm is de uitzondering enzovoort. Welcome to 1984. We're all gonna push you into 1984. And the children are next. Mensen, het is echt ziek. Wij zitten in een. Uh, er waart echt een hele, hele zieke geest over deze planeet. Ik weet niet of jullie het doorhebben. Ik denk dat we ook... We zitten ook in een pathocratie, Ik heb het al vaker gezegd. Ik zeg dus niet dat alle mensen die nu op scholen werken slecht zijn. Maar ik vind wel dat als je hier aan meewerkt, dat je wel echt iets uit te leggen hebt. Eh, eh, aan ouders, maar ook aan jezelf. Dit is echt... Uh, dit, dit, dit gaat helemaal, uh, helemaal nergens over. Behalve dan misbruik willen maken van. En hier zien we dus inderdaad die, uh, de, de invloed van de WAO en de BZGA. Dat is een, uh, een Duits gezelschap, hebben met andere Europese experts een richtlijn ontwikkeld waarin de doelen, principes en uitgangspunten van seksuele vorming zijn beschreven. In een overzichtelijke matrix staan op leerlingniveau... wat ze in elke fase moeten weten en kunnen op terreinen van relaties en seksualiteit. Als jullie denken, oh ja, nou de WHO, dat zitten allemaal hele, beetje op, mensen in die wel iets meer een ander weten natuurlijk, de beste stand, de hoogste standaard. Nou ja, ik weet het niet. In ieder geval werken daar mensen die het belangrijk vinden dat we ook kinderen vanaf nul jaar discovering en exploring doen, Hè? En toddlers natuurlijk, die moeten we ook niet zomaar. Aan hun lot overlaten met speelgoed. Die moeten we ook bestoken met onze zieke ideeën. Hier de Matrix. Why should sexuality education start before the age of four? Vraagt de VAO. In this document, sexuality education is, as mentioned before, understood in a broad and holistic way. And is based on an understanding of sexuality as a positive human potential. A child is understood to be a sexual being from the beginning. Although a child's sexuality differs from an adult in many ways. Enzovoort. Het is in het kader van lesmateriaal ontwikkelen. En hier wordt dus ook gewoon gezegd bij 0 tot 4. Ja, ik heb gewoon. Ik krijg echt bijna. Ik, ja. um, daar hebben ze het ook over. Experimenting with masturbation. Uh, dus bij 0 uh, tot 4. Nou ja, een onderdeel van, uh, van, van dit beleid... is natuurlijk ook om bepaalde transgender-operaties... en veranderingen die niet alleen tijdelijk zijn... Uh, door te, te promoten eigenlijk onder kinderen. En dat gebeurt ook steeds meer. Kinderen in de Verenigde Staten gaan door het leven als transgender of queer... en willen dus ook een geslachtsoperatie ondergaan... met hele ingrijpende gevolgen. Want dus het is vaak ook onomkeerbaar... Um, deze vrouw, uh, Abigail Shrier, heeft een boek geschreven, waarin ze aan de bel trekt en zegt van er is ongelooflijk veel leed uh, nu gaande onder jongeren die dus deze verandering doormaken, aangemoedigd door hun omgeving, onder druk gezet door de omgeving. Um, en um, er is eigenlijk niemand die naar hen omkijkt. Hè. De, de regels veranderen steeds meer, zodat het steeds makkelijker wordt om te veranderen van geslacht. Maar in feite hebben deze kinderen natuurlijk enorm. Enorme problemen erbij. Ik zou echt, net als met al die andere agenda's, heel erg oppassen in hoeverre dit inderdaad in het leven van jullie kinderen ingaat, gaat grijpen. Um, ik denk dat je daar als ouder heel erg bovenop moet zitten, daar heel erg op moet letten en ze heel erg bij moet sturen daarin. Het gesprek moet aangaan, ook weer met leerkrachten. Ik denk dat heel veel scholen daar ook een gezonde ja, wantrouwen hebben en een soort weigering eigenlijk om dat ander aan mee te doen. Maar in hoeverre kunnen ze dat eigenlijk nog, gezien die verplichting... om dat dus allemaal uh, te doen op school vanaf groep drie? Ik ben er even heel snel doorheen gefietst. Uh, ook omdat ik uh, het echt een heel naar onderwerp vind... en eigenlijk zo min mogelijk in die abyss wil verkeren, als het ware... waarin mensen dit soort ideeën normaal vinden... en het uitwerken tot een soort van uh, helpen van jongeren of zoiets... Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Het, het is heel schadelijk wat er gebeurt. En die schade kunnen we ook, de effecten daarvan kunnen we ook al daadwerkelijk zien in de samenleving. Kijk naar Amerika. Um, kijk naar de manier waarop kinderen meer in de war raken. eigenlijk over zichzelf dan, uh, dan voorheen het geval was. Dus, en het feit dat er ook helemaal geen verantwoording wordt afgelegd door deze activisten voor, voor hun handelen. Het wordt allemaal, maar op, op overheidsniveau wordt het allemaal toegejuicht. En het is zogenaamd om minderheden te helpen. Nou, waar hebben we dat vaker gezien? Is het is hetzelfde verhaal, verhaal als bij de antiracismebewegingen. En al die andere minderhedenbeschermende bewegingen. Waarbij minderheden gewoon misbruikt worden voor de agenda zelf. De reden waarom iedereen hier de hele tijd mee bezig moet zijn. Van, 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 van cursussen, white privilege op gemeenteniveau tot... tot Woorden die we moeten gebruiken, op straffen van, van, van vervolging, tot weet ik veel wat, is allemaal om ons in die cult te krijgen. waarin wij alleen maar met één mond kunnen spreken. En waarin emancipatie van minderheden op geen enkele manier een bedreiging vormt voor de elite zelf. Dit is bezigheidstherapie voor ons om te denken dat we bezig zijn met onze ontwikkeling als individu. Maar In feite maken we de individu zwakker. He, binnen de samenleving maken we het individu zwakker. We, we halen hem uit alle krachtige samenwerkingsverbanden: familie, gezin en kerk. Eh, maken ze ontheemd als het ware, vervreemd van zichzelf, krachteloos, niet meer kunnen nadenken zelf. En goh, en wiens belang wordt daarmee eigenlijk gediend? Hm? Nou, ik zou zeggen van die toplaag die al dit soort dingetjes bedenkt. En daardoor in hun macht helemaal zich niet bedreigd hoeven te voelen. Omdat het helemaal niet gaat over het creëren van een werkelijk tegenwicht tegen de macht, maar tegen elkaar. Onderling moeten we een van gaan hebben over wie wij zijn. En dat af gaan dwingen bij elkaar. Vanuit een soort van denkbeeldig panopticon. Waarin we elkaar de hele tijd de maat nemen over wie wat en hoe moet heten. En welke gender we hebben. En, welk, en ik vind dat allemaal. En. Uh, het zicht verliezen op wat er echt belangrijk is. Dat, dat is wat ze ermee doen. In het gunstigste geval is dat hè, is wat, ze er, wat ze ermee willen bereiken. Maar ik denk ook zeker dat, daar een, dat er ook een beweging is die uh, kinderen als het ware wil introduceren in de seksuele wereld van de volwassenen. Dat, is er, dat, dat zit er ook bij. Het this, maar we moeten daar echt heel realistisch over zijn. Het geldt trouwens voor iedereen. Ik vind niet dat mensen zich moeten verschuilen achter hoe intenties eruit zien en dat het toch allemaal wel goed bedoeld zal zijn en zo. En ik vind je kan best een roze zaterdag of een paarse vrijdag op school hebben. En zeker vanaf 12 jaar hoor je mij echt niet heel moeilijk doen. Maar kinderen van zeven over seks laten praten of iets, wat lijkt daar, of iets wat daar ook maar op lijkt. Dan ben je voor mij een groomer. Je bent gewoon een pervers iemand. Dan ben je gewoon een pervers iemand. Tot slot nog even mensen. Wat is er in dit land voor nodig. Voordat mensen de rebus gaan oplossen. De rebus waarin staat. U wordt volledig in de zijk genomen. En u wordt door ons. Ter gronde gericht. Met liefst uw overheid. Ja, de boer. De ondernemer. De kinderen. Het gezin. De structuren. De bezit. En er, is ook helemaal geen, er wordt ook helemaal niet meer geheimzinnig over gedaan of zo. Weet je? Wel? Het is echt bijzonder hoor. Want ik vind dit echt een van de meest heftige dingen om over te spreken. Ik, ook bijna, ik vind het ook moeilijk om door de woede heen eigenlijk de woorden te vinden. Snap je? Een soort exemplaar: rare president in Amerika. Ja, ach ja, iets met het WF. Ja, iets met de EU. Doorgeschoten, doorgeschoten enzovoort. Maar uh, ik denk dat, uh, dat er maar één groep, selecte groep mensen extreem is doorgeschoten. Dat is een groep psychopaten, die niet per se allemaal samenkomen in, om te vergaderen elke ochtend. Die zitten op allerlei plekken. Het is een wisselwerking, een samenleving die psychopathie als het ware ongestraft laat, creëert meer psychopathie. Dat is ook waar dat boek over gaat. En ik denk dat dat een hele belangrijke sleutel is tot het antwoord op. De vraag hoe wij hier terecht zijn gekomen. Gaan wij weer naar een situatie à la Sovjet-Unie? Uh, genocides, veel doden, veel ellende, veel nou ja, vreselijke rampen eigenlijk door mensen gedaan, door mensen uitgevoerd. Of gaan wij hier op tijd uh, weer uitkomen? En ik denk dat we absoluut om hier uit te kunnen komen, moeten gaan wijzen naar de mensen die zonder geweten uit zijn op de destructie van in dit geval het Westen of, in, of de mensen in het algemeen... en ze eigenlijk wil vormen naar hun lege, kwaadaardige, um, wraakzuchtige geest. Hè? Um, waarom is het marxisme nu weer zo springlevend de laatste dertig jaar? Um, laat ik het eventjes hierbij. Ik wil eventjes wel afsluiten met een beetje een positieve noot. Um, ik wens jullie een heel mooi weekend. Uh, veel moed en gezondheid en kracht toe. We gaan nog heel veel nodig hebben de komende weken en maanden. We are so fucked. Wow! Deze film. Oké, okay, het stort hierin, jongens. Ik ga jullie snel even een fijn weekend wensen. Ik wens jullie heel veel moois, liefdevols, um, veel kracht en moed en gezondheid toe. Um, en uh, dat we ons hier maar doorheen mogen slepen heel huid. Dat is mijn wens. En um, ik zie jullie heel gauw snel weer hier. En uh, tot, uh, tot dan. Oké, okay, ciao.